Er staan nog een paar kleine kinderen daar zo, laat ze komen. En de kinderen komen daar. Zo. 1, 2, 3. Hoi. Vandaag is hier het startsein gegeven voor het landelijk woningbouwprogramma fase 1. En hier, dat is Rheeberg, Zwartbandstraat. Zoals u weet, in Suriname zijn er een heleboel mensen die beschikkingen hebben voor kavels. Het grootste probleem is dat de mensen geen toegang hebben tot hun kavel, waardoor zij dus ook niet hun huis kunnen bouwen. De regering heeft besloten om als onderdeel van het landelijk woningbouwprogramma ook kavels bouwrijp te maken. En daar zijn we hier voor bij Rheeberg. Het zijn ongeveer 602 kavels die bouwrijp gaan worden gemaakt in twee fasen. Fase 1 is eigenlijk dit jaar gaan we beginnen. En fase 2 is volgend jaar. En fase 3, dat is in 2025, dan praat u over de asfaltering van de wegen, eigenlijk het woonrijp maken. U moet zich voorstellen, mensen willen hun huis bouwen, maar ze kunnen nog niet op hun terrein. En daarom gaan we dat nu voor hun realiseren. Samen met Baitali en ingenieursbureau BAP gaan we ervoor zorgen dat die infrastructuur op en top is. De kosten gepaard aan dit project zijn ongeveer 7,3 miljoen US dollar. Totaal. Het hebben van grond is een pure noodzaak, maar het bouwrijk maken van grond geeft burgers meer armslag om doelgericht te werken aan haar sociale ontwikkeling. Dit project behelst 602 bouwrijpe kavels en vervolgens de mogelijkheid voor die burgers om een betaalbare lening te sluiten. In één adem doe ik een beroep op de regering en de samenwerkende banken om de condities voor bouwfinanciering naar de hedendaagse realiteit aan te passen met het oog de doelgroep tegemoet te komen. Ook een oproep naar de minister van EZ vanwege de prijsstijgingen van bouwmaterialen. En we zijn niet tevreden, we weten dat. De spullen zijn duur in de winkels, eten is duur, schoolgaan is duur, ziekenhuisbezoeken is duur, zorg is duur, dat weten we. Maar u ziet dat de vorderingen geboekt worden, langzaam maar zeker. Roti, kapraar, makan. Dat zijn drie belangrijke dingen in het leven van mensen. Je moet eten hebben, je moet kleren hebben, je moet een huis hebben. En hier wordt het fundament gelegd. Het omsluiten van gebieden, zoals aangegeven in de landhervormingswet, is een aangelegenheid van de regering, van de minister. En president, u moet nagaan, er wordt al jaren geld gestort op een rekening van de centrale bank om sluitingskosten. Waar gaat dat geld naartoe en wat gebeurt er met dat geld? En als dat geld er is, kan dat geld misschien aangesproken worden inderdaad om zulke goede initiatieven van de regering te ondersteunen. Om meer mensen in de gelegenheid te stellen om te gaan bouwen. Alibi tranga usabi. Maar zolang meneer Santokhi aanzit als president, moeten we hoop hebben dat Sambe beloof op sa. En dit is nogmaals het voorbeeld. Wat het doet pijn, ja, als je hoort die lijst van hoeveel projecten in het bos nog steeds in de bossen voorkomen. Niet gebouwde, halve projecten, miljoenen geïnvesteerd, ze staan nog steeds. Ze staan nog steeds in het bos. Dat willen we niet hebben. Wij zijn toegestart met ons belofte. Laten we iedereen een woningbouwperceel geven. Jullie weten ons belofte. Alle jongeren moeten dat krijgen. En zo zijn we gestart met ons registratie. Landelijke registratie om in aanmerking te komen voor een bouwkavel, een perceel. 70.000 mensen hebben geregistreerd.
En inmiddels meer dan 30.000 hebben al gehad. Ja. Die moet aan niet aan denken. Meer dan 30.000 zijn die geregistreerd, met name een heleboel jongeren. Die hebben al gehad. En toen kreeg ik de eerste klachten. Archibo, ja maar president, ik heb geen toegang tot mijn perceel. Ja maar mijn perceel is in een bos. Dus wat heb je gedaan? Je hebt die mensen niet blij gemaakt. Je hebt er een perceel gegeven. En ze hebben geen toegang. Dan moet je dat pragmatisch gaan oplossen. Want we kunnen 70.000 percelen gaan uitdelen. Die capaciteit hebben we, die grond hebben we. Maar je hebt het probleem van die mensen niet opgelost. Toen hebben we een sterke beleidsombuiging gemaakt. Van hey minister GWB, even wachten. Even wachten met nog steeds doorgaan. Want dat is niet de duurzame oplossing. Laten we kijken wat het probleem is. En wat bleek, in feite heeft bijna elke Surinamer al een stukje grond. Van sommigen zijn land vervallen. Ze hebben hoop opgegeven. En ze willen bouwen. Maar passie nodig, stroom nodig, water nodig. Wat moet je daar gaan doen? Mensen gefeliciteerd. Oké. Dus toen hebben wij beslist, als regering, laten we datgene wat er is uitgereikt aan mensen. Die gebieden gaan ontwikkelen. Want die mensen hebben een grondbeschikking. Ze zijn bereid om te bouwen. Ze vechten elke dag om oplossingen om te kunnen bouwen. Regering, los op. Daarvoor zitten we daar en we lossen op onze zitting. Wat we gedaan hebben, inderdaad, is gezorgd voor die financiering. Voor mensen die willen bouwen. Je kan nu geld gaan lenen. En we zijn bereid met die banken verder overleg te voeren, Mark, om te kijken of een verruiming kan plaatsvinden. Alles is mogelijk. Maar begin te gebruiken wat er is. Leen tegen goedkoop kapitaal, rente. En begin te bouwen. Wat moeten wij doen? Zorg dragen dat die infrastructuur komt. En dat is die opdracht die gegeven is. Minister, ik spreek hier namens de toekomstige buurtbewoners van het project Rieberg, verenigd in de groep Winawangsranamang. Winawangsranamang bestaat uit ongeveer 100 leden. Waaronder studenten, ambtenaren, de doven en anderen. Deze groep is ontstaan doordat het niet makkelijk was of is om onze percelen te bereiken. Wij spreken een woord van dank uit aan ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd om te komen op dit moment. Namens alle studenten wil ik de Vereniging van de Middendakkrachtige Studenten bedanken en heel veel succes toewensen. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze minister van OW, met wie wij een goede samenwerking wensen te hebben. Die projecten, een deel was van de vorige regering opgestart met goede bedoeling, ook met bankfinanciering. Er moesten ongeveer 5000 woningen komen te staan. Het is niet helemaal gebeurd, ik denk nauwelijks 1% staat op het veld. Bijvoorbeeld op Zanderij 10 woningen, die zijn bewoond. En er bestonden ook weinig documenten, omdat heel veel van deze projecten buiten het gezichtsveld van OW is gebeurd. Is dit een van die projecten, Debera, dat mensen grond hebben gehad bij die vorige regering? Ja, dit is een project waarbij bij de vorige regering er beschikkingen zijn uitgereikt. Alleen is er geen toegang verschaft tot de percelen. En dat gaan wij nu doen. Belangrijk om te weten is ook dat, zoals wij werken, ik heb u gezegd, onze slogan is Team Suriname. Dus wij kijken niet in welke regeringsperiode het is gedaan. Het is gewoon zo dat de Surinaamse burger in staat moet worden gesteld om bij zijn kavel te komen om een huis te bouwen.
vandaag gaan we inderdaad start zijn geven aan één van die vele projecten die eigenlijk geen kans meer hadden. Alleen onder goed bestuur van de regering kunnen dit soort projecten kans hebben. Ik ga je eerlijk zeggen. Alleen onder goed bestuur. Geen onderhandse zaken, geen friends en dat soort zaken. Vriendenzaken. Want dat hebben we geleerd. Is mislukt. Is mislukt. Dus we hebben gekozen voor, zoals de president heeft geëist aan het landelijk woonbewind, eerst een goede voorbereiding. Goede voorbereiding en dan starten we. En ik ben trots. Ik ben inderdaad trots. Dat we met goed bestuur, goede leiding, goede afspraken met de aannemer, architect en binnenkort ook met de eigenaren gaan starten met deze projecten. En er is inderdaad strenge toezicht erop. Dus het is een project voor mensen die al een perceel hebben. Maar wat about de mensen die een huis willen kopen? Is er ook iets voor hun? Ja, dus voor de mensen die iets willen kopen is er 480 kavels. Samen met de centrale bank is er ook de 7% regeling. Die biedt nu de mogelijkheid om een kavel en een huis te kopen. Waar komen die projecten te staan? Voor nu hebben we twee gebieden. Rijsdijk, Para en Purwadadiweg, Leliedorp. Voor de doelgroep die een hypotheek wenst af te sluiten, de 7% hypotheek, in het kader van het landelijk woningbouwprogramma, lanceren wij in september ook een app. En via die app kan je je dan gewoon registreren, je kan je gegevens uploaden, waardoor je wordt begeleid voor de screening naar de bank. Dit is het eerste project. December, januari starten we met 350 woningen in het kader van de samenwerking met China. Volgende week, Pepperpeng, daar starten we ook met aanleg van wegen, met de man gebouwd in onze passie dan ook. Letterlijk en figuurlijk creëren we wegen die de mensen kunnen gebruiken om hun eigen toekomst verder te gaan ontwikkelen. En er zijn vele projecten al geïdentificeerd voor de resterende tweede helft doelpunten maken. Maar laat het niet zo zijn dat mijn pota passie, mijn pota stroom, mijn pota watra en na 6 maanden kom ik te koop, te koop, te koop, want prijs stijgt. Toch? Hypotheek, geld, feesten en tjanois geld. Is dat zo? No make me shi asandati. No make me shi asandati. Laat ons serieus bouwen. Het is een prachtig gebied hier zo. Hier kan een geweldige toekomst voor jullie allemaal zijn. En we gaan alle districten, in alle districten gaan we bouwen. Let wel, alle districten gaan we zelf de model doen.